Vandaag testen we de nieuwe Toyota Corolla Station Wagon 2 liter hybrid. Net op de markt. Erg interessant, want ik ben erg benieuwd of deze auto echt weer een heel stuk beter is in de ontwikkeling dan de Prius. Hè. Zoals sommige mensen ook weten, ik heb zelf een P3 Prius gehad. Nou, dat was niet helemaal het succes wat ik eraan had verwacht. Wel zuinig, reed prima, maar een hele afstandelijke auto die ook nog eens een keer wel zuinig was. Maar ook wel een aantal hele grote nadelen had. Als je iets harder reed dan gemiddeld, dan begon het ding vreselijk te gillen. Nou, dat was natuurlijk niet zo ideaal natuurlijk. En vandaar dat ik die auto weggedaan heb en Octavia gekocht heb, die eigenlijk veel beter aansluit op mijn situatie. Hè? De kofferbak was een heel stuk groter. Je kan er wel een aanhanger achter hangen. En de auto reed gewoon een miljoen keer sportiever en je kan veel meer voeren wat je doet. Nou, deze Toyota zit op een nieuw onderstel. Ik ben even vergeten hoe het ook alweer heet. Maar het zou volgens de autoblaadjes een behoorlijke stap vooruit zijn. Nou, ik rij nu rustig op deze wegen. En ik moet eerlijk zeggen, ik merk wel dat het wel inderdaad sportiever is. Want ik krijg veel meer feedback in mijn handen en in mijn zitvlak. Wat er onder me gebeurt. Dan haal ik natuurlijk met deze bochtjes niet onderste uit de kan natuurlijk. Dat gaat allemaal vrij makkelijk. Maar goed, dat is daar aan toe. Nou, deze auto is leverbaar met twee motoren. Verschillende motoren eigenlijk. Je hebt de 1800 aandrijflijn, zoals we die kennen van de Prius. En deze is nieuw, dus de 2 liter lijn. En deze motor heeft gewoon een flinke bak meer vermogen. En men heeft de software van de CVT-automaat opnieuw ontwikkeld. En als het goed is, heeft hij van die tussentijdse trap-instellingen. Waardoor je als het ware een soort fictieve snelheden krijgt en dat hij daartussen schakelt. Als je gewoon rijdt, doet hij dat niet. Maar als je de sportmodus in doet, dan zou je dat wel moeten doen. Erg interessant. En ja, het voordeel van deze Station Wagon is, deze heeft wel een behoorlijke grote kofferbak. Dat is natuurlijk erg fijn. Want daarmee kan je natuurlijk krijgen dat je heerlijk kan rijden. En toch al je spullen kan meenemen. Hè? Want laat ik zo zeggen, een grote kofferbak is met een gezin. Met hobby's natuurlijk wel heel erg fijn. Wat ik ook erg mooi vind, is dat het interieur vele malen mooier en beter is afgewerkt. Het is wel een heel druk interieur, hè, zoals dit hier allemaal. Heel veel tierentuintjes en andere toestanden. Daar moet je van houden. Maar laat ik het zo zeggen, het is niet meer dat afschuwelijke broodtrommeltjes plastic. Wat ik eerder heb gezien. In de Prius. En die was gewoon duidelijk gemaakt van heel goedkoop plastic. Voor de Amerikaanse markt is het prima. Maar voor de Europese markt was dat toch niet echt geweldig. En nu hebben ze dat gelukkig verbeterd. Nou, voor de rest. Ik vind het dashboard erg mooi. Helemaal links heb je een toerenteller, helemaal links. En rechts de bekende meters, tankvoorraad, temperatuurmeter. Ook wel handig dat je nou eindelijk weet hoe warm de motor is. Dat was met de Prius maar raden hoe warm die was. En helemaal bovenin heb je als het ware een digitale snelheidsmeter. Mooi duidelijk. En met de knopjes op het stuur kan je natuurlijk ook het nodige instellen. Wat wil je zien en hoe wil je dat zien? En dan kan je zelf kiezen welke informatie je wil zien. Ik heb nou informatie gekozen, dat ik een beetje kan zien wat rijdt hij op de accu en wat doet hij vanaf de benzinemotor. Dat is handig, maar ik kan ook zeggen van ik wil andere dingen zien. Mijn gemiddelde benzineverbruik, hoe lang kan ik nog, welke veiligheidssysteem doorheen. Je kan er met een knopje op stuur, kan je hier lekker aan doen. Geef een mooie puitgast. Nou moet ik eerlijk zeggen, hij maakt nog steeds een bult herrie. Maar zodra je het gas lost en een normale snelheid gaat draaien, het is wel gelijk stil. En ik moet eerlijk zeggen, de snelheid zit er ook aardig in. Dit is een vrij luxe model, er zit ook een leren stuurwiel in en zo. En de bekleding is ook met leren gedaan. En hier, ik weet niet of je het kan zien op de film, volgens mij niet.
hier kan je een head-up display unit, die projecteert dus dingen als snelheid en navigatie aanwijzingen en verbruik en dat soort grappen, projecteert de vooruit. Van de zijkant van de camera zit, daar zie je helemaal niks van, maar het zit er wel degelijk op. Aan de ene kant, hij laat zich bedienen zoals een Prius, dus lekker makkelijk in D en gassen maar. Maar aan de andere kant, ja, je merkt je wel dat deze auto toch wel een aantal stapjes gemaakt heeft. Wat helaas wel gebleven is, het geluid van de banden. Ik vind dat hij toch best wel het nodige geluid maakt. Dat vind ik wel een beetje jammer eigenlijk. Want ik had eigenlijk gehoopt dat ze daar ook iets aan gedaan hebben. Nou rijdt deze auto wel op hele grote 20-inch wielen met alles erop en eraan. Dat is natuurlijk erg mooi, maar ja, heb je er echt wat aan? Behalve dat die banden natuurlijk erg kostbaar zijn, omdat de wang heel laag is, best wel snel dat je tegen een stoepje aan zit en dan gelijk die beschadiging hebt aan je velg. En zulke brede banden, ja, dat zijn niet meestal de meest zuinige banden, hè, in de regel. Nou, wat ik ook mooi vind is het navigatiesysteem. Even de rest van het interieur. Het navigatiesysteem is wel iets verbeterd ten opzichte van de oude Prius, maar ja, het is niet zo, ja. De concurrentie heeft betere systemen in de aanbieding. En daar moet je nog wel eventjes mee spelen. Hoe ik het precies kan indelen, want het is een 2D-weergave. En een 3D-weergave is wat mooier. Maar aan de andere kant, je koopt de auto niet steeds om steeds te navigeren. Neem ik aan, die gebruik je af en toe eens. Nou, voor de rest heeft deze auto ook nog beschikking over een JBL. Geluidsinstallatie, nou, we hebben het even aangehad, klinkt geweldig, dat kan ik op de film niet goed doen. A, ik krijg dan gezeik met YouTube, omdat ik dan rechten zou schenden zogenaamd. En aan de andere kant, een camera die niet speciaal daarvoor is uitgerust met audio en allerlei andere zaken, kan nooit zo goed het geluid weergeven zoals hij in de auto klinkt. Als je het echt wil weten, dan kun je beter bij ze spreken, zelf gaan luisteren in deze auto. Ik moet eerlijk zeggen, het klinkt heel behoorlijk, maar ook hier geldt, ik heb ook wel weer betere gehad. Maar het is beter dan de standaardradio die erin zit. En als je natuurlijk bij spreken, dit zijn natuurlijk zakelijke auto's bij uitstek, dus waar je ook wel afstanden mee rijdt. Ja, en dan is het natuurlijk wel heel erg fijn dat je dit hebt. Ik heb de auto even stilgezet, zodat de dashboard goed kunnen zien. En met deze knoppen kan je de verschillende weergaves hebben. Dan kan ik op deze gedrukt zien wat de accu heeft aan stroomverbruik en dat soort toestanden. En dan kijk ik nog zo welke veiligheidssystemen eraan staan. En hartstikke leuk. En ik weet niet of je het goed kan zien zo. Je ziet het nou knipperen, maar ja, dat komt door de camera. Je hebt een HUD-systeem. Hij projecteert het echt heel mooi erop. Nou, er zijn andere knopjes. En hier heb je nog wat zaken. En de stoel kan je elektrisch verstellen, maar dat kan je vanaf hier niet zo goed zien. En ja, in de film kun je het al zien. Het raam kan dus ook open. Ja, dat doe je dus met deze knoppen. Eens even kijken. Oh ja, dat is het zonnescherm. En eens even kijken. Heb je open raam. Hartstikke leuk. Maar goed, in hoeverre gebruik je dat echt? Als je airco hebt, dan zet je niet snel het raam open en andersom. Goed, gaan we gewoon weer verder rijden. Ik ben wat gevriemeld, kan je zelf kiezen. Volledig navigatiesysteem of niet. En met deze knop kan je zeggen, ik wil wel of ik wil geen 3D weergave. De cruise control doet het ook inmiddels.
En hier zitten knoppen achter het stuur. Hè, daar kun je ook mee schakelen. Maar dat werkt alleen als je de sportstand gebruikt. Ik heb nou de normaal stand erop zitten. Deze auto staat ook bol van de veiligheidssystemen. Een van de systemen is als ik te dicht bij de lijn kom, dat ik nu even doe, dan hoor je hem piepen en er komt ook een streepje in. En ik voel ook in mijn stuur dat hij als het ware tegenstuurt. Het is wel weer de bekende elektrische stuurbekrachtiging. Dus dat dempt wel wat gevoel, maar het is minder erg als in de Prius zoals dat eerder was. Het grappige is, je ziet ook op het navigatiesysteem waar de mobiele flitsteam staan. Dat geeft ook netjes aan. Dat is natuurlijk wel erg fijn, want dan zorgt het ook wel voor dat je niet al te zeer gepakt wordt. Op het moment dat je nog een keertje toch een paar kilometer per ongeluk daar draaien. Even goed op zijn staart. Ja, hij zet een behoorlijke keel op. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat gaat niet zo slecht zoals het was. Zodra je snelheid, je normsnelheid gehaald heeft, ja, dan is het over. En dat vind ik eigenlijk wel mooi. We rijden 125 km per uur. Ja, wat valt me eigenlijk op? Twee dingen vallen me eigenlijk op. Je hoort de banden, maar niet zo hard als in de Prius. Je hoort windruis, ook niet zo hard. Ik vind het nu eigenlijk niet echt storend. Ik rijd nou dik 120 km. De auto is best ontzettend stabiel. Auto ook uitgerust met een systeem dat ervoor zorgt van goh, als ik wil invoegen of uitvoegen en zit het naast me, dan gaat er een geel lampje branden in de spiegels. En dat kan je nou niet zo heel goed zien. Dan kan je mooi zien dat er naast je zit en of ik wel genoeg afstand houd tot mijn voorganger. Dat doet hij dus ook. Ik moet eerlijk zeggen, de motor draait weinig toeren op deze snelheid. Dus dat gaat goed. Ja, ik hoor dat hij net netjes terugschakelt. Vaak opschakelt eigenlijk. Dat doet hij eigenlijk erg goed, moet ik eerlijk zeggen. Het werkt goed, fantastisch. Nu zie je eigenlijk dat hij volautomatisch de snelheid al een beetje mindert. Omdat ik te veel inloop op mijn voorganger. Dat soort systemen, ja, eigenlijk vind ik dat je gewoon zelf moet opletten. Want je bent zelf verantwoordelijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor bepaalde mensen in bepaalde situaties wel de marge flink vergroot. Want niet iedereen is altijd even fit op het moment dat je de weg op gaat. Of als er wat aan de hand is, of weet ik veel. Als je moe bent, als je echt op leeftijd bent. Niet dat je dan met een dronken kop achter het stuur moet gaan zitten. Maar dit systeem zorgt wel dat de marge aardig vergroot wordt. Ik moet eerlijk zeggen, qua rijden is dit geen onplezierige auto. Hij rijdt eigenlijk best heel goed. Ik denk wel dat de Prius inderdaad een betere auto heeft op de weg heeft gezet. Terwijl het een betere weg was dan de Prius die ik destijds had. Een beetje bijremmen. De stoelen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, die zitten eigenlijk best goed. Valt me helemaal niet tegen. Je hebt veel zeilen in de steun. Wordt aardig goed gefaxeerd. Maar je ziet niet zo klem als sommige sportstoelen dat het niet meer leuk is. Eigenlijk is de mix eigenlijk van sportiviteit en deze stoelen best heel erg goed. Dat hebben ze best goed gedaan.
voor mij, iemand van mijn lengte had ze toen ietsjes langer mogen wezen. Maar ik denk wel dat er stoelen zijn waar je wel redelijk op kan zitten. En nu rij ik gewoon 105 kilometer. Ik weet niet, nou rij ik in principe op de accu. Nu gaat de motor weer aan. Ik ga even de toertellen naar 0 gaan. En de motor draait nu 1000 toeren, terwijl ik om rond de 100 rijd. En ik zie ook aan de stroom dat hij inderdaad nu ook de accu... Nu laat hem heel langzaam bij. Goed, om een lang verhaal kort te maken. Nou, ik denk dat Toyota met deze auto een aanzienlijke betere auto heeft gebouwd dan de vorige Prius. Hij is een stukje smaller, dat merk je wel, maar dat is niet hinderlijk. De lengte is ongeveer, ja, globaal hetzelfde. Maar, ja, ik denk dat het duidelijk dat dit een betere auto is. Ook al is de Corolla iets lager gepositioneerd dan de Prius, die toch meer op een niveautje Avensis is. Maar omdat de Corolla gewoon zoveel betere auto is, betere materialen, beter doorontwikkeld, en natuurlijk alle upgrades. En deze 2 liter motor, ik moet eerlijk zeggen, dit rijdt helemaal niet slecht. Ik ben ook nu gewend aan een TSI motor, die in principe ook een behoorlijke bak vermogen geeft. En met zo'n turbo ook een lage toer op aardig wat buff geeft. Nou, dan wordt nou bij deze motor aardig door de elektriciteit wordt dat aangevuld. Ja, ik kan het even horen. Dat werkt gewoon erg goed, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat werkt goed. En ik denk dat Toyota, ja, dit kon wel eens heel goed gaan. Het enige jammer wat ik wel vind is, deze auto is misschien dan wel redelijk geprijsd. Hè, met een vanafprijs van €32.000. Met een paar snuisterijen €35.000. Dat is natuurlijk wel geld. Ik bedoel, laat wel wezen. Het is gewoon bijna €7.000-8.000 dan mijn Octavia. Die ik nu zelf rijd. Maar de bijtelling, ja, is op zich niet slecht, heb ik gewoon gezien. Vervelend is, voor een particuliere eigenaar is hier nauwelijks voordeel aan, behalve dat hij wat zuiniger rijdt. Maar je betaalt wel een behoorlijke hoge wegenbelasting, want deze auto is wel dik, 150 kilo. Dat is wel 2 tariefgroepen hoger dan mijn Octavia. Dus dan ga je even van €488 naar een kleine €700. En eigenlijk vind ik dat de overheid voor hybrid rijders die op een bepaalde manier kunnen scoren, eigenlijk wel het moet belonen in de vorm van de MRB-korting. Dat hebben ze afgeschaft. Dat vind ik jammer, een groot gemis. Dat zal natuurlijk wel een beetje in het nadeel werken van particulier rijden. Voor bijtelling rijden niet, want die malen dat toch niet om. Dat is wel erg in het leasebedrag verwaagd. Die is alleen maar te kijken naar de bijtelling en verder niet. Nou, voor de rest denk ik, leuke auto. Gaat Toyota best wel mee scoren, maar dat zijn wel de dingetjes waar Toyota last van kan krijgen. Dat heeft ook een beetje te maken met het zwabberbeleid van de overheid. Maar daar kan Toyota in principe niks aan doen. Het is wat niet zo goed begrijp, waarom maken ze geen plug-in uitvoering? Op het moment dat je net even een beetje verder en vaker op accu kan rijden, dan ga je een belangrijke drempel over als je onder de 50 gram zit. En dan krijg je in één keer behoorlijk wat korting op je wegenbelasting. Maar ook nog wat meer op de BPM. En dat is natuurlijk wel heel erg leuk. Alleen Toyota schijnt daar iets tegen te hebben. Tegen stekker hybrids. Dat hebben ze wel gemaakt hoor. Bij de Prius. Die kon je krijgen in een plug-in versie. En dat heeft natuurlijk wel voordelen. Als je gewoon een kilometer in een volledig elektrisch kan rijden. En dan in benzine als aanvulling gebruikt. Want de automotor is wel heel erg zuinig. Nou, dat was een hele korte test. Ik heb heel veel verteld. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei!